komt in de ploeg. En waarom is dat mooi? Waarom is dat bijzonder? Omdat dit zijn 300ste wedstrijd is voor FC Twente. Wout, hoe vaak heb jij dit loopje al gedaan? Er was nog de oude hoofdingang, dus dat is al een tijdje terug. We hadden natuurlijk een seizoenkaart toen ik in de jeugd zat. En dan liep ik hier met mijn vader vaak hier zo naar binnen. En dan gingen we naar Twente kijken. Ja, vanaf 1998 zat ik hier wel. Dacht de supporter Wout dan ook al aan een carrière, zoals heel veel supporters bij FC Twente? Ik heb dat niet zo heel erg gehad, moet ik zeggen. Ik vond het super gaaf dat ik talentvol was en bij Twente kon voetballen in de jeugd. Maar het was niet zo dat ik dacht van ik ga hier over 6 jaar ben ik hier of over 5 jaar maak ik mijn debuut. Die gedachte heb ik niet super vaak gehad. Pas toen ik echt 17 werd en richting tweede elftal A1, zeg maar die periode, dan begint het wel meer te leven. En dan ga je natuurlijk dichter bij het eerste elftal meetrainen en af en toe echt meetrainen. Ja, dan komt het dichterbij, maar ik heb dat niet vanaf mijn 12 of zo gehad. Dus ik was 12 toen ik naar Twente ging en dan kwam ik in de C1 terecht. Dat heette toen nog de C1, dat is nu onder 14 geworden, denk ik. En eigenlijk was iedereen gescout vanuit een districtsteam, regioteams, vanuit mijn amateurclub PA Almelo. Dus ja, op mijn 12e ben ik naar Twente gegaan, dus middelbare schoolleeftijd. Ja. Je wil gewoon elke dag het goede doen en daar hard voor werken. Dingen voor later, dat was later nog moeilijker natuurlijk als je in de leeftijd 16, 17 kwam. Ik vond dat heel makkelijk om te doen, maar er waren heel veel jongens die dat in die leeftijd veel moeilijker vonden. Maar ik had niet al vanaf mijn 12e dat ik dacht van over 6 jaar speel ik in het Arkenstadion. Nee. Ik heb een keer meegetraind bij Heracles toen ik 11, 12 jaar was. En als je een jongen bent hier in de regio, dan kun je in principe naar Heracles Almelo, naar FC Twente en naar Go Ahead Eagles. Ja, en die keuze was voor mij binnen een seconde gemaakt. FC Twente was goed geregeld, die werd met een busje opgehaald, de school was goed geregeld. Ja, en ik heb bij Go Ahead Eagles nog een keer een jaartje meegetraind. Of een jaartje, een keertje meegetraind. Daar zat Jan van Staa toen nog, denk ik, als hoofdtrainer. Jan van Staa, zijn naam is gevallen. Ja. Trainer in jouw eerste jaar? Ja, hij nam het over van Rini Kolen, die mij mijn debuut heeft laten maken. Waar ik hem voor altijd dankbaar voor ben. Ik had toevallig nog met hem contact na mijn 300ste wedstrijd. En hij nam ontslag, denk ik, aan het einde van het jaar. En Jan van Staa nam het over. En die ken ik natuurlijk goed, want ik heb met zijn zoontje gespeeld in de jeugd van PH. Ik denk een jaar of 8, 9 lang. Ik kwam daar veel thuis, op zolder veel gevoetbald. Zag ik altijd die oude voetbaltas van hem staan met allemaal oude voetbalshirts. Dus nee, ik ben daar heel veel geweest. En het was altijd superleuk, ja, gezellig. Jan, goedemorgen. Goed. Ja, goed. Ja, zeker. In een goede gezondheid. Ja, dat is het belangrijkste. Uitstekend. Ja. Kan niet, hè? Kan helemaal niet. Jij ook een beetje, toch? Ja, ik werd wel gespeeld. Ja, dat is wel, ja. Maar ik heb maar een halfjaartje gespeeld, hè? Ja. Niet zo heel lang uiteindelijk. Valt wel mee. Een mooi moment voor FC Twente fans. Niet dat Rizit Schuurman eraf gaat, maar dat de jonge held Wout Brama het veld opkomt. Speler uit de eigen jeugd. Ja, nou, ik ken jou natuurlijk al heel lang, hè? Dat is ongelooflijk. Ja, je lacht erop, maar het is echt zo. Ondertussen een stukje grijzer. Ja, een stukje ouder. Nee, joh, hartstikke leuk, man. Nee, maar het was zo. Kijk, het ging natuurlijk niet zo geweldig, nee. Hè, in dat jaar. Nee. Verwachtingspatroon is altijd hoog hier bij Twente. Het jaar daarvoor geweldig, 6e. Ja. Ja, het jaar erop werd het allemaal wat minder. Nou, toen kwamen de jonge jongens ook bij. Patrick Gerritsen kwam erbij en jij kwam erbij op het middenveld. Ja, en, klopt. Ja, goed, ik ken je natuurlijk en je kwaliteiten al heel lang. En het was eigenlijk een beetje ons kent ons. En ook bij het publiek, hè, sloeg dat enorm aan. Jongens van Twente, die doorbraken in één keer. Heerlijk, man. Nee, en ja, eigenlijk altijd onopvallend. Jij, onopvallend. Zeker. Weinig scorend. Ja. Ik had je er niet in gezet voor die doelpunten. Nee. Daar moest een Patrick van hebben. Ja, die maakte ze wel. Nee, dat was mooi. Ja. Maar gewoon in de balans en in slimmigheid. Nee, die hadden we echt nodig. Nou ja, goed. En toen ging het eenmaal lopen en toen was het helemaal geweldig. Playoffs gehaald, hè? Playoffs gehaald. Ook Jan van Staa effect, Jan. Onvoorstelbaar. Mag je best even benoemen. Ja, mag ik benoemen. Maar jullie waren het belangrijkste. Nee, joh. Nee, we hebben het echt mooi gedaan. Het was een mooi einde van het seizoen. Wat ik wel zag, hij heeft natuurlijk heel lang hier in de opleiding gezeten. Dus hij had er heel veel voor moeten doen al. He, vanuit Almelo studie in school en Hengelo en noem maar op. En dan breek je door. Ja, dat je dan zo lang bij een club blijft met zo'n geweldige staat van dienst. Ja, dat weet je normaal gesproken niet. Maar ik denk, als je fit was gebleven, altijd. Nou, we hebben hier gestaan met hoeveel wedstrijden? Ja, een stuk meer. Een stuk meer. Nee, maar 300 wedstrijden is al unicum, hè? Zeker in deze tijd. Maar het is al een geweldig aantal. Nee, maar natuurlijk niet. Maar ik weet wel dat hij een echte Twente-jongen is. Dus wat dat betreft, zijn liefde voor deze club is groot.
Ja, nou ja, jonge speler. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is, omdat je hem goed kende. Hij is natuurlijk tactisch heel goed. Hij is slim, hij weet waar het gevaar is. En hij kent zijn eigen beperkingen ook nog. Als hij een balletje afpakt, dan speelde hij hem heel simpel in naar de goede kleur. Dat is al heel wat tegenwoordig. Ja, je kom je heel mee, hoor. Nee, daar kom je al ver mee. Nee, maar hij weet waar het gevaar is. In de omschakeling, de restverdediging, hè, we tactisch praten altijd. Hij is het, gewoon het cement een beetje van de ploeg. En ook als een jonge speler al. Hij was slim. Dus wat dat betreft denk ik dat dat de beste karakter is. Gewoon de slimmigheid en heel vroeg volwassen in zijn spel. Nou, dat maakt hem een prima speler voor een trainer. Kijk, als speler moet je heel goed weten wat je niet kan, denk ik. En als je daar dan een beetje uitblijft en in je sterkte blijft voetballen. Kijk, ik wist wel dat mijn grootste kwaliteit in mijn hoofd zit. Ik ben niet een speler die drie man voorbij speelt of een weergeloze steekbal geeft. Dat komt wel eens voor, maar niet zo vaak. En ik kan prima voetballen en ik heb een goede basistechniek. Maar ik ben geen uitzonderlijke voetballer. In mijn hoofd ben ik denk ik wel aan de bovenkant van de Eredivisie, dat zeker. Nou, moet ik Ron nog wat doorgeven? Ja, oké, okay. Ga ik doen. Ik ga de tips doorgeven. Ja, doe maar. Beloofd. Hè? Beloofd. Maar het is wel leuk dat je er een beetje af en toe eens langs gaat. Ja. Vergeten de meeste, hè? Ja. Nou, het verschil kan je bijna niet zien, hoor, vind ik. Vind je? Hey, ben ik dan links als jongen? Ja, links als jongen. Ja, nou, hij zag er goed uit, hè? Ja, de jongens hebben hier al gein over gemaakt in de kleedkamer. Dus die vonden al dat ik... Ja, ik ben ook ooit jong geweest, zeg ik dan. Dus dat... voor je het weet is het voorbij, joh. Gaat zo snel. Ja, trainers zijn uitermate belangrijk voor je carrière. Want die kunnen wel, zeker in de beginfase, jouw carrière wel even een goede push geven of niet. En zeker jouw eerste jaar, denk ik, is belangrijk omdat je dan een soort van je naam gaat maken in Nederland. Waarbij je debuut zeg maar echt belangrijk is. Ja, en daar heb ik met Rini Kolen en met Jan van Staat twee toptrainers voor mijzelf gehad. Die mij heel veel vertrouwen gaven. Die ook echt tegen mij zeiden van als je wat fout doet, dan is het zeg maar mijn schuld. Ik stel jou op. Ik zal dat nooit vergeten. Dat is echt belangrijk voor een jonge speler om die kans. Tuurlijk moet je die verdienen en je moet daar klaar voor zijn. Maar je moet hem uiteindelijk ook wel krijgen. En als een trainer daar niet in gelooft en zeker als je wat slechter staat in de competitie, is het vaak makkelijk om een jonge speler daarvoor te slachtofferen. Om te denken, ik kies toch voor routine. Ik kies toch voor om toch Shukov op te stellen of toch Bashibum op te stellen. Ja, en dat deden deze trainers niet en dat vind ik wel echt bewonderenswaardig. Dat weet hij nog. Let op. Nu gaat hij het vanaf achteruit gaat hij opstellen. Er komt de opstelling. Ja. Ik zou zeggen toch Sander Boske. Lijkt mij wel. Jeroen Heubach. Ramon Zomer. Ja. Majstorovic. Of was dat later? Later, denk ik. Niemeyer. Niemeyer nog. Schuurman. Schuurman ook nog even. Ja, jij stond op middenveld. Jij moet toch weten wie stond ernaast je. Ja, je moet even nadenken nou. Shukov veel, denk ik. Ja. Sibum af en toe. Goeie invaller. Goeie invaller. Ja. Goeie invaller, ja. Nee, maar dat mag gezegd worden. Nou, voorop, hè. Kufo, nou, uiteraard. Ja, Kufo. Patrick Gerritsen. Rechts voorin. Touma. Ook. Ja. Sharma Touma. Ja, dat waren ze. Missen we nog iemand? Nee, dat zijn er wel 11 volgens mij, toch? Kijk, in die tijd waren niet zo heel veel jonge gasten. Nu, als ik op het trainingsveld kom... Ja, daar is de helft onder de 21, bij wijze van spreken. Dat was toen echt niet het geval. Ik denk dat ik met Patrick de jongste was. Ja. En daarna was de jongste misschien 24. Ja, 24, ja. Dus dat was wel een andere opbouw qua selectie. En dat maakt wel veel uit, moet ik zeggen. Ik denk dat wij het wel een stukje moeilijker hadden dan die jonge gasten van ja. Nu. Natuurlijk is dat spannend. En degene die zegt dat het niet spannend is, die liegt. Dat kan niet. Je komt vanuit een jeugd-slash-vriendenploeg. Ga in één keer naar een volwassen elftal. En natuurlijk is dat anders. Jongens die al totaal volgroeid zijn, die al spiermassa hebben waar jij echt nu nog steeds niet, maar nooit aan komt. Ik weet dat Daniel Majstorovic, die zat naast mij in de kleedkamer. En die ging in de rust altijd met zijn handdoek zo zwaar. Ja. Moest ik echt even wegduiken. Ja, dat zijn echt grote, sterke gasten. Dat was wel echt nieuw, ja, tuurlijk. En dat is ook spannend en dan zoek je dan steun en jongens helpen je wel, maar uiteindelijk moet je het echt zelf doen. Sta je daar al op? Ja, ik zit hier. Hetzelfde kapseltjes die je me net liet zien. Nog wat vergeten voetballers daar op de foto? Ja, Niels Wellenberg vind ik wel... Die had ik wel even moeten noemen net, want die heeft me ook wel echt geholpen in het begin. Sociale jongen, leuke gozer, veel energie. Even als we iets verder kijken. We hebben net de jaren met Jan onder andere. En dan komen we bij, op een gegeven moment wordt
ook een Twente-icoon, Fred Rutte trainen. Ja. Ja, die heeft me veel geleerd. Ja? Ja, die heeft me veel geleerd. Hij heeft maar 2 jaar trainer geweest bij Twente. Succesvolle periode, echt de opgang van FC Twente denk ik, richting het kampioenschap uiteindelijk in 2010. Hij heeft me echt veranderd als voetballer. Veel beelden laten zien, dat ging in die tijd, toen kwam dat echt een beetje op. Ik speelde vaak op maandag in het tweede elftal, terwijl ik dat jaar ervoor zeg maar, heel veel gespeeld had onder Rini Kolen en Jan Versta. Heb ik toen eigenlijk 2 jaar lang ja, wel eens gespeeld in de basis, maar veelal toch vanuit de bank ingekomen. En ik zat wel dicht tegen de basis aan, dus ik viel heel veel in. Ik maakte wel minuten. Dat maakt het wel wat makkelijker natuurlijk. Maar ik ben gewoon echt heel veel beter geworden. Hij heeft mij echt een andere voetballer gemaakt. Ja. En onder hem het eerste grote, unieke succes met FC Twente, Het bereiken van de Champions League. Ja, dat was wel bijzonder. Toen speelde nog de nummer 2 tot nummer 5 play-offs. En de eerste ronde ben ik even kwijt, maar we speelden uiteindelijk tegen Ajax. Ik denk in het stadion van Emmen. Want het was volgens mij hier een verbouwing gaande. Koevo maakt geen fouten. Twente staat naast Ajax. Koevo op weg naar 2-1. Ja! Goeie goal van Twente. En zo buigt de formatie van Fred Rutte een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. En weer is het Koevo. 1-1, zeg het goed. 2-1 gewonnen. Ja. 2-1 gewonnen, denk ik. 2-1 gewonnen. 2-1 gewonnen. Ja. En uit 0-0, waar we wel onder druk kwamen, wel kansen tegenkregen, maar ja, we waren wel echt goed. Suárez, en daar is de kans van Lindgren. Lindgren, Bosker! En zo neemt Fred Rutte met een geweldige prijs afscheid van Enschede. Groot feest, man. Hier op de Oude Markt, ik weet nog heel goed dat Erik tenacht tegen me zei van geniet ervan. Dit ga je niet zo heel vaak meemaken, weet je wel, zo'n feestje op de Oude Markt. Nou, dat is nog redelijk goed gekomen, gelukkig. Ronaldinho, Heuber komt eraan. Heuber komt eraan. Heuber komt eraan. Ronaldinho, Heuber komt eraan. Heuber komt eraan. Heuber komt eraan. Heuber komt eraan. Nee, ja, Ronaldinho, Heuber komt eraan. In voetbal, je carrière duurt zeg maar, nou, voor mij nu ondertussen zo'n 18 jaar. Sommige voetballers hebben het nog iets minder. Ja, dan heb je niet zo heel vaak een succesmoment dat je echt iets wint in voetbal. Je verliest gewoon aan het einde van het seizoen vaker dan dat je wat wint. Tenzij je 10 jaar bij Ajax speelt waar je gewoon een grotere kans hebt. Ja, en als je dit soort successen kan meemaken met een groep waar je dan een hele jaar mee gewerkt hebt, dan is dat wel echt gaaf hoor. Dat is op de Oude Markt staan met al je supporters dat vieren. En we hebben het hier een paar keer gehad bij het stadion op de parkeerplaats. Ja, dat zijn unieke momenten die je echt nooit van je leven gaat vergeten. Ja, je wint niet zoveel, maar toch heb jij een uniek record in handen. Ja, ja, onze cultuurbewaker Willy Beerens die wees me erop vlak voor het kampioenschap in de keukenkampioen-divisie. Dat ik bij 1 club alle prijzen gewonnen heb in Nederland. Tenminste, dat was toen nog voor het kampioenschap en dat zat eraan te komen. Dus ja, dat is wel uniek en ik was er zelf helemaal niet mee bezig. Ik wist het ook echt niet. En liever heb je dat natuurlijk niet, want dat betekent dat je club natuurlijk in de tweede divisie is geëindigd. Ja, dat is, het is wel uniek en het is mooi dat je dat kan hebben. Maar kijk, als je heel lang bij een club zit, dan komen links of rechts ergens records jouw kant op. En dit is er daar eentje van. Dat is wel, ja, het is wel mooi. Ja, daar staan we naast de schaal. Ja. Dan ben je 23 en dan bereik je al het onmogelijke bijna, ja. Bij FC Twente. Nee, dat is waar. Ik heb er ook vaak gezegd. Ik denk, om mijn 23ste wist ik al mooi dan dit wordt het niet voor mij. Je wint... Een kampioenschap voor het eerst in de historie met je club, waar je begonnen bent vanaf je 12e. Ja, dat is iets wat je nooit aan had gedacht. Ik dacht dan niet eens aan de spelen in het eerste, zeg maar, toen ik 12 was. Laat staan dat je kampioen wordt in de Eredivisie met jouw club. Ja, dat is fenomenaal. Ik heb voor mij een week voor, of 2 weken voor het kampioenschap, er zat nog een week weekend vrij tussen. Tussen onze ene laatste wedstrijd en de laatste wedstrijd heb ik ook gezegd, want dit wordt of de mooiste dag van mijn leven, of ik ga hem de rest van mijn leven vervloeken. Ja, en gelukkig is het de mooiste dag van mijn leven geworden. Ongelooflijk, is fantastisch, Ella. Mijn stem is nu al schor, ongelooflijk. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar.
Ik denk dat we nu eens Enschede inkomen, het is zo druk. Het was gisteren al met de reizen. Ah, het is zo fantastisch, ze hebben het verdiend. Moet je kijken, man. Oh, top. Ja, maar dat zeg ik net, een aantal jaar achter elkaar de prijzen met Ajax aan het verdelen waren. En die week daarvoor wonnen we de beker van ze. Een mooie wedstrijd, echt misschien een van de mooiste wedstrijden die ik gespeeld heb qua ambiance en ook qua wedstrijdverloop en alles. Op Janko en daar is de 3-2. Mark Janko. En wint Twente de beker. Is hij de held, Mark Janko. En is de eerste prijs voor Twente. En dan ga je naar Ajax toe met een voorsprong. Dus aan een gelijkspel heb je genoeg. Maar daar waren we niet onszelf. Te veel jongens die onder een niveau speelden. Maar we hebben niet uit bij Ajax verloren, het kampioenschap. We hebben het echt verloren thuis tegen Roda en uit tegen de Graafschap. Je scoort niet heel veel. Nee. 1 op 30 heb ik uitgerekend. Ja. Je eerste goal. Dus dat weet je nog? Ja, dat was een week nadat ik geloof ik van Oranje terugkwam. Uit bij Willem II. Er is een mooie fotoserie van gemaakt door ik geloof Bas Eva. De fotograaf hier van Twente. En ja, ik scoorde nooit. En er werd een beetje, dan weet je hoe dat gaat in zo'n kleedkamer. Dat wordt een beetje zo'n gimmick dan. Hè? Brama, dan maar eens schieten. En die zit erin! Hij scoort en dat is voor het eerst. En als je dan je eerste moet maken, is dit natuurlijk wel een hele fraaie. Wout Brama. En die jongens die vonden dat hartstikke mooi dat ik scoorde. En dat zie ik aan de reacties. Ik zie Koevo nog op die foto's zo heel blij voor me zijn. En Brian is heel blij voor me. En ja, het was wel fijn dat die eerste er in ieder geval erin zat. En het was ook geen slechte goal. Want dan kun je weer een soort van weer verder, weet je wel. Nu dat je op training een bal naschiet en dat mensen nog steeds lopen te lachen en geintjes lopen te maken. Dus het was wel fijn dat iedereen ging. En dan ga je weg. Ja. Hoe ging dat? Hoe is dat? Ja, het is toch je liefde? Ja, was die... gek. Ik had natuurlijk wel ik had aangegeven bij Twente dat ik graag nog een keer een buitenlands avontuur zou willen. En dat werd ook geaccepteerd. En Alfred Schudde wilde mij ook graag behouden in de hele voorbereiding. Vertelt hij dat ook. Maar uiteindelijk koos hij toch anders. En dat was voor mij een beetje een verrassing. Dus ik moest heel erg laat op zoek naar een club. Dat werd uiteindelijk PEC Zwolle, waar ik een mega leuke tijd heb gehad. En echt niet had willen missen. Nog een bekerfinale gehaald. Helaas niet gewonnen. Een halfjaartje Utrecht. Mooie tijd gehad bij Erik ten Hag. Met een succesvolle periode. Toen naar Australië. Dus uiteindelijk is het buitenlands avontuur me gelukt. Ook echt een mega leuke tijd gehad. Ik had het echt niet willen missen. Maar altijd als ik Twente zag spelen, dacht ik wel van... ik hoor daar eigenlijk op het veld te staan. Dus ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik heb eerst Wout's vader gebeld. En zei, nou, die gaat echt nog niet terugkomen uit Australië. Die heeft dan veel te goed naar zijn zin. Zijn vrouw vindt het hartstikke leuk daar. Die hebben echt geweldig naar zijn zin. Maar hij zei, je mag hem altijd bellen. Dus ik heb Wout gebeld. Dus ja, toen ik het belletje kreeg van Eva Bleuming, die mij voor het eerst het contact legde namens FC Twente... Ja, dat maakte mijn hart wel een klein sprongetje, moet ik zeggen. Ondanks dat we wel gedegradeerd waren. Ja. Daarna heeft Wout beslist dat hij toch de stap naar Twente weer wilde maken. Nou, en dat is denk ik misschien wel de sleutel geweest voor de promotie, directe promotie terug naar de Eredivisie. Espinoza, vlak voor rust, vindt Brama. Wat een fantastische goal van Brama. En een heerlijke assist van Espinoza. En wanneer Brama scoort, wint Twente altijd. De bal klaargelegd voor Wout Brama. Die scoort eigenlijk nooit, maar maakt nu al zijn tweede van het seizoen. Ja, ze hadden mij wel gezegd in de gesprekken van we kunnen goede spelers halen, dus we willen binnen een jaar terug. En dat moet ook, we moeten binnen een jaar terug, want anders valt de club eigenlijk om. Ja, nog steeds is het voor mij echt een wonder dat we gepromoveerd zijn, want ik vond niet dat wij de beste ploeg hadden. Mega opluchting. Je bent daar natuurlijk al een jaar mee bezig, eigenlijk al vanaf dat het telefoontje er was. Brama inmiddels het middelpunt. De schaal uitgeraakt door Blaise Nkoufo. En FC Twente is kampioen van de keukenkampioendivisie 2018-2019. Nu is de club weer, zeg maar, weer omhoog aan het gaan. En dat is het plaatje wat je voor je hebt. Hè. Je komt uit Australië terug. Zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie. En dan wil je die club weer terugbrengen naar waar die club thuis hoort. En ik vind de rol die ik nu heb, kan ik goed accepteren. Veel doen, veel ervoor laten. Maar dan eigenlijk minder spelen, invallen. En de jongens helpen, maar ik vind het een hele prettige rol eigenlijk en dankbaar. En ja, ik voel me eigenlijk best wel in thuis. Toen ik net bij het, of net ging spelen in het eerste, heb ik ook veel met hem gespeeld naast hem. En heb ik gewoon veel geleerd van zijn volwassenheid, ervaring. En ja, hij is gewoon heel belangrijk, een echte aanvoerder en een fantastisch persoon. Je kan ook altijd bij hem terecht als je wat wil vragen, dat soort dingen.
Ja, we hadden bij een interview en het was best wel grappig. Hij had een interview voor mij. Maar hij sprak best lovend over mij. Maar daar, ja, ik kreeg toch wel een beetje het gevoel van, oh fuck, jij zet me hier echt verlegen van, weet je. Hij zei van, ja, hij doet het goed en hij komt goed erin. En ik heb hem dat nooit gezegd, maar het was wel echt, voelde wel heel goed hoor. Ik vind het echt superleuk om in de kleedkamer met de jongens bezig te zijn. Om die processen een beetje te begeleiden. Om de staf te helpen richting groep, maar ook de groep richting het proces van de trainer. Dus ja, ik zou dat heel graag nog een keer doen, nog een jaar. Alleen, ja, ik moet daar wel fit voor zijn. En dat is wel de grootste voorwaarde. Wout Brama komt in de ploeg. En hij vervangt Tseruki. En waarom is dat mooi? Waarom is dat bijzonder? Omdat dit zijn 300ste wedstrijd is voor FC Twente. Echt mega mooi. Het begint bijna een soort van afscheidspraatje te worden. Maar ja, ik heb het geluk gehad dat ik met heel veel leuke trainers heb gewerkt, goede trainers heb gewerkt. Dat ik prijs heb gewonnen, daar ben ik mega dankbaar voor. Ik heb in het buitenland gespeeld, wat ik super graag wilde. En het mooiste is eigenlijk dat ik met de club waarin ik zeg maar ben opgegroeid, waar ik fan van ben, waar ik vanaf mijn 12e in de jeugdopleiding heb gespeeld, dat ik daarmee zoveel mooie dingen heb kunnen mee mogen maken. Ja, daar ben ik de club gewoon heel dankbaar voor. Ik vind dat heel fijn.